De verkeersregels zijn duidelijk, maar de situatie onduidelijk. 3 weken geleden was het weer raak op het Gooilaan. Een scooter werd geschept op het voorrangsplein. De dochter van Corianne was betrokken bij het ongeluk. En dat is haar niet in de koude kleren gaan zitten. Een ooggetuige heeft het op Facebook gezet, zeg maar, van het ongeluk zelf. En daar kwamen zoveel reacties op. Van mensen die zelf ongeluk hebben gehad of bijna een ongeluk hebben gehad. Gewoon, ja, ik ben daar zo van geschrokken dat ik daar echt wel een petitie voor gestart ben. Ja. De petitie is niet alleen gestart. Ook het CDA is hierover ingelicht, die de inrichting van het Gooilaan een fiasco vindt. De petitie is eigenlijk bedoeld dat de gemeente echt wel een beetje wakker geschud moet worden van hoe gevaarlijk het hier is. En ja, ik voel me eigenlijk wel een beetje verplicht. Ik bedoel, het is nu met mijn dochter gebeurd. De volgende kan ook zomaar jouw dochter of iemand anders zijn dochter zijn. Uit onderzoek blijkt dat de verkeersdeelnemers niet snappen wie hier voorrang heeft. En dat wordt nog maar eens bevestigd door Jacco, die het ongeval van Corianne's dochter heeft zien gebeuren. Het is nu 3 jaar deze situatie. En ik heb in die 3 jaar met mijn drukke baan heb ik ruim 100 ongelukken zien gebeuren. Dit voorrangsplein geldt als een modelweg voor veel andere Utrechtse wegen. Maar heeft hier geleid tot meer ongelukken en de petitie van Corianne. Ik ben bang dat er echt gewoon binnenkort een dodelijk ongeluk gaat gebeuren. Door gewoon de onoverzichtelijkheid.